Weer te klein! Hey! Onderscheppen! Groot speler! Als de spelers van NAC het belang van de wedstrijd tegen Go Ahead nog niet kenden, werden ze vrijdagochtend wel op scherp gezet door trainer Robert Maaskant. De Bredanaars hebben zaterdag tegen Go Ahead Eagles maar baat bij één resultaat. We weten dat we moeten winnen om de aansluiting te houden. En dat houdt ook in dat je geen goals tegen moet krijgen. Dat hoort ook bij voetbal. Verdedigen hoort ook bij voetbal. Dus dat moeten we goed doen. Maar er zal wel degelijk een enorme drang naar voren moeten zijn om goals te maken. Natuurlijk is er een bepaalde druk. Je wil dat deze club gewoon in de Eredivisie blijft. Plek 15 is heilig. Moeten we niet zeiken, we moeten gewoon winnen, punt. Bij de tegenstander uit Deventer speelt een echte Bredaarse jongen, Alex Schalk. Tot vorig seizoen ook in dienst van NAC. Maar nu speler bij de grote rivaal. NAC blijft een club, een fantastische club vind ik. En ja, ik ben er toch opgegroeid. Het is een familie voor mij geworden. Dus wat dat betreft hoop ik wel en denk ik wel goed te ontvangen te worden. Dus alleen ja, wat ik zeg, binnen de 90 minuten mogen ze van alles mij toewensen. Want ja, dan spelen er natuurlijk andere belangen en dat snap ik ook zeer zeker. NAC staat 17e in de Eredivisie en wil graag op de plek van Go Ahead Eagles terechtkomen. Eindig je namelijk als 15e, dan speel je geen na-competitie. Het verschil tussen de clubs is 4 punten. Ik hoop voor ons dat, en dan weet ik zeker dat wij 15e worden. En dan zoeken we het maar uit wie 16e en 17e wordt. Dat is niet voor ons van belang.